Welkom bij een nieuwe Ramawaar. Vandaag gaan we het hebben over de raadselachtige plek, de Bermuda-driehoek. De Bermuda-driehoek is een van de grootste raadsels die zich op zee afspelen. Tal van films en boeken gaan over mysterieuze ongevallen die in dit beruchte zeegebied hebben plaatsgevonden. Want sinds een eeuw verdwijnen daar schepen en vliegtuigen om de haverklap. De Bermuda-driehoek is het gebied tussen Florida, de Bermuda-eilanden, Puerto Rico en de Bahama's. De naam werd geïntroduceerd door de schrijver Charles Berlitz, die een boek met deze titel publiceerde. Hij schreef een boek met een reeks theorieën die de mysterieuze verdwijning van schepen en vliegtuigen in dit gebied moesten verklaren. Naast deze pogingen tot verklaringen zijn er tal van berichten van ooggetuigen die de ongevallen hebben overleefd. Een voorbeeld van enkele voorvallen die daar hebben plaatsgevonden. Tussen 1945 en 1975 zijn er 37 vliegtuigen, een kabelballon en 41 schepen in de streek van de Bermuda-driehoek als verdwenen opgegeven. Er zou ook een atoomonderzeeër zijn verdwenen en men vond een jacht dat zonder bemanning door het gebied dreef. Maar in alle gevallen waren er nooit echte noodoproepen geweest. Er heerst plotseling een radiostilte. Daarna was alle contact verdwenen. Ooggetuigenberichten van overlevenden spreken over een kleurrijke nevelslierte. Borrelend water, stilte of een vreselijk geruis en defecte instrumenten. De apparatuur gaat weer werken zodra de vaartuigen uit de nevel zijn. In een ander soort geval werd het radiocontact vanuit de verkeersleiding met het passagiersvliegtuig van National Airlines 10 minuten lang onderbroken. Er was het vliegtuig van het radarscherm verdwenen. Na de landing sprak de bemanning helemaal niet over een onverklaarbaar voorval, want ze hadden de onderbreking van het contact niet gemerkt. Wel liepen alle klokken aan boord, evenals die van de crew en de passagiers 10 minuten achter. Nou bestaan er heel veel theorieën over wat er precies kan gebeuren in de Bermuda-driehoek. Zo denken mensen dat het continent Atlantis zich daar bevindt, of dat de polen daar omgedraaid zijn waardoor de magnetische velden anders werken. Sommigen denken dat daar veel gas in de grond zit die ervoor zorgt dat boten niet meer kunnen drijven en vliegtuigen niet meer kunnen vliegen. Of sommigen denken zelfs dat er aliens onder water wonen of een ander ras wat we nog niet kennen die hulpeloze zeevaarders of vliegtuigen naar beneden haalt om er misschien experiment op te doen. Hoe dan ook laten al deze tal van theorieën zien hoezeer het geheimzinnige fenomeen de mensheid bezighoudt. Een andere oorzaak is het Philadelphia-experiment. Dat is een experiment door de Amerikaanse overheid met behulp van Albert Einstein om een schip te teleporteren. Ik heb daar een andere video over gemaakt. Ik zal de link onder in de videobeschrijving erbij zetten, mocht je daar meer interesse in hebben. Hoe dan ook rijst de vraag, zijn er plaatsen op aarde waarin verleden, heden en toekomst parallel bestaan? Volgens onderzoeker Ivan Sanderson zouden er 12 van zulke zones zijn. De oplossing ligt in handen van de wetenschap. Hopelijk kunnen zij verklaren wat hier in deze gebieden aan de hand is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Ramawaar.